Een drugsroute. Die nog extra is uitgezet. Yo allemaal, ik ben Tim Tigran. Ik ben Devin. En ik ben Govert. We gaan naar een oud militair terrein en schijnt echt van alles te zien te zijn. En je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Ik loop nog even op blote voeten, want mijn schoenen zijn nog super nat. Dat was namelijk omdat we net in dat waterpark zijn geweest. Als je die video nog niet hebt gezien, kijk even de vorige video zeker. Wat is dit? Oké, wat we hier dus net vinden, zijn dus hulzen. Dit is er één. Wow, nog één! Nog één. Zie, en deze had ik al. Ik had een tijdje geleden dat ik deze had gevonden. En zelfs nog één. Je hebt er drie! Damn! Drie op één plek. Dus hier is wel degelijk wordt hier geschoten. Ja, ze zijn blauw en plastic, dus waarschijnlijk is het voor het kleiduiven. Maar je weet het niet. Nou, we vinden hier allemaal stukken bot. Holy shit. Het lijkt wel op een schedel of... Kijk, dit zou zomaar van een schildpad kunnen zijn, maar op een schildpad zit kleur. Dus ik denk niet dat een schildpad geweest is. Nou, dit lijkt er inderdaad wel op zijn schildpad. Kijk dan. Ja, nou. Hier ligt ook gewoon allemaal shit. Ja, dit zijn allemaal stukken bot. Allemaal stukken schedel ligt hier gewoon. Ja, ook twee hulzen. Het is helemaal uit elkaar geknald. Ze zitten hier gewoon op beesten te jagen. Maar we vinden net dus gewoon een schedel en kogelhulzen. Dus ja, we gaan nu lekker terug. Ik vind dat toch wel een beetje enger. Dat is echt. Ja, het heeft wel wat engers. Dit is hier dus echt een soort van huisje waar waarschijnlijk de militairen in hebben gezeten. Je hebt hier een militaire zone. Hierachter is no trespassing. Dus dat betekent geen toegang, geen doorgang. Nee. Dus eigenlijk mogen we daar niet achter zijn. Inderdaad. Maar het is echt een te vet gebouw om niet naar binnen te gaan. Dus dat gaan we sowieso doen. We gaan echt overal gewoon danger staat er. Building without maintenance. Dat betekent dus dat het niet onderhouden wordt, dat het gebouw is wat niet onderhouden wordt. Dus daarvoor staat er ook bij danger. En er staat overal die rode borden. Hé, wat staat daar? Kill nanies. Check daar zo. Kill nanies. Ik weet niet of je het goed op beeld ziet, maar er staan allemaal gekke creepy teksten. Die bordjes die hier hangen met military zone erop, die zijn best wel nieuw. Dus die zijn vrij recent opgehangen. Daaraan weet je gelijk dat het gevaarlijk kan zijn en dat die bordjes niet voor niks hangen. Maar weet je wat ik dus dacht? Dat er misschien gewoon nog mijnen kunnen liggen of bommen die niet zijn afgegaan. Het zou zomaar kunnen, dus het is gewoon goed opletten. Ja, let's go. Yes. Er staat hier een of andere villa. Ik ga even een kijkje binnen nemen. Er staan dezelfde teksten op als op dat andere gebouw. Deze ziet er wel echt ziek uit. Het is helemaal de fik gestaan. Afgebrand, Wow, er staat dus gewoon een afgebrande stoel. Kastjes die helemaal verbrand zijn. Hier staat een hele kast. Super vet, het is helemaal afgebrand, overal is het zwart. Het is niet heel groot, we hebben nu vrijwel alles al gezien. Dus we gaan er weer uitkijken of we meer kunnen vinden. We moeten echt hier weg, want voor je adem is dit zo intens slecht. Dat is niet normaal. Je moet ook inderdaad het shirt voor je mond houden. Ja man, let's go. Nou, deze is helemaal ingestort zoals jullie kunnen zien. Het is niet slim om daarin te gaan, want voor hetzelfde geld krijg je een dakpan op je hoofd en vertel je het niet na. Nee, precies. dus laten we echt naar die militaire shit op zoek gaan. Echt die bunkers en die vinden, tunnels en zo. Het staat hier vol met verlaten gebouwen. Ik ga heel veel kijkje nemen erin. Oké, zullen we even bijkomen? Dit is vet. Kun je op het randje staan? Je moet niet vallen, je moet echt niet vallen.
Nee, ga je dan... Wat is er dan als je valt? Als je valt, dan zit je in een put. Echt? Ja. Ja, we hangen gewoon. Hier, ik hang hier aan vast. Nee. Je weet niet hoe diep dit is, hè? Nee, ik denk dat het heel, echt heel diep is. Wat ik denk is dat al dit water van de regen komt en dat dit gewoon één zieke bunker is. Want je ziet ook echt die trapjes zo, dat je gewoon vroeger hierin kon. Ja. Fucking leuk. Fucking ziek. Let's go, we gaan eraf en we gaan meer van dit gebied exploren. Weer lekker naar beneden. Govert roept ons ineens erbij, want hij heeft echt een ziek grote bunker gevonden. Dus we gaan snel achter hem aan, kijken of het wat is. What the fuck, gast? Ah, hier is alweer weg. Volgens mij houdt het hier op. Ja, maar dit was hem. Ja, dit was de bunker. Deze bunker was vet, niet heel groot. We gaan nu even wat verder zoeken of er nog meer te zien is. Ik heb alvast mijn zaklampen bijgepakt en dat is natuurlijk met een reden. Want hier zo zaten de militairen onder. Dit is dus echt een zieke bunker. Maar dan ook echt heel ziek. Mijn allereerste indruk is dat het gewoon weer hetzelfde is zoals die andere bunker. Dat je al het einde ziet, maar misschien is daar rechts nog veel meer. En nu die rechter voet daar. Het ruikt hier naar lieve heersbeestjes. Eén donker. Oh, dit is hier ingestort. Holy shit, dit is compleet ingestort hier. Dit had gewoon, was zo'n tunnel vroeger. Ja, maar dat is helemaal dicht helaas. Ja. Oké. Okay. Ja jongens, we moeten nu wel even uitkijken dat het niet donker gaat worden. Maar we gaan kijken wat we in die tijd nog kunnen doen. Yes. Wat is dit? God. Hier heb je zo'n... Dit is helemaal dicht gegooid. Hier heb je zo'n geweer gestaan. Dit dan. Waarschijnlijk kon je hier dus al die bunkers in, al die gangen door. Net waren we ook in een bunker, maar daar konden we helaas niet in omdat het was ingestort. Anders waren we in al die gangen gekomen. Aan de echo te horen, weet je al dat het hier diep is. Het is een tunnel. Nee. Nou. Alsnog dus een bunker in. En misschien loopt deze wel verder. En je hoort die echo. Echo, echo. Gaat echt ziek lang door. Shit, kom, let's go. Dit zijn echt meerdere tunnels. Als je hier niet uitkijkt, dan verdwaal je. Dus je ziet al pijlen op de muren. Dus we moeten even... Ik kan ook echt alle kanten op, hè? Ja, daar zie je echt al drie gangen. Kijk uit, waar je loopt. Kijk uit. Holy shit. Kijk dit, wat is het dan, man? Geen idee. Oké, ik heb het uitgezet voor. Ja. Weet je we dat steeds maar? Die gangen zijn zo bizar groot. We moeten hier niet verdwalen. Gast, what the fuck? Nee, joh! Wat? Ik heb kelder gevonden. Dit is weer anders. Dit is weer anders, jongens. Boys, waar komen we vandaan? Kutzooi. Nee. Dit is ineens weer anders. Hier staat alles. Ja. Blijf even staan. Allebei. Dit is wel. Gast. Hier hebben kogels gelegen. Hier hebben kogels in gelegen. Wapens en kogels. Nee, dit waren voor dat geweer van die hele grote. Overal geweren. Van die mortieren. Holy shit. Inderdaad. Hier, dit zijn van die platen.
Hier weer echt van die fucking grote mortieren op gelegen. Ja, die werden daarmee verslept. Maar oké, okay, voordat we de kelder in gaan, wil ik even die kelder in. Nee, ik wil eerst weten wat er is. Ik vind het altijd echt mega eng om zo'n gat in te lopen. We zijn ook nog bij die rioolbuis. Ja, dat was je weet moeilijk. Niet wat eronder zit of ligt of wat dan ook. Oké, we gaan. Dit is ook een klein gaatje. Ik zeg ja. Wat kan je mijn tas aangeven? We gaan dit niet doen. Nee. Hier kun je naar links, maar ik zie geen eind. Hier kun je rechts, zie ik ook geen eind. Ik zie licht daar. Weet je wat je hier ziet? Hondjes. Afdrukken. Afdrukken, oh, dit is gewoon een mijn. Ja, man. We lopen nu vanaf die bunker gewoon een of andere mijn in. Dit is gewoon uitgehakt, dat zie je. Maar ik zie licht aan het einde van deze mijn, dus daar gaan we heen kijken waar we uitkomen. Dit is fucking gruwelijk. Dit is teringziek, gast. Moet ik oppassen voor je, hoor. Wat ligt hier? Oh mijn god. Door de schaduw dacht ik serieus dat hier gewoon iemand lag. Hier heb je ook geen echo meer, omdat dit steen of zo, dat echoot allemaal niet. Zo'n tunnel, dat is allemaal egaal, dus dat echoot wel. Ja, wist je nog in die mergelgrot? Toen was ook alles echt doodstil. Maar is dit niet gewoon zo'n vluchtroute geweest vroeger? Ja, of een drugsroute. Ja, boys. Nee joh. Een uitgang. Gewoon random hier in de berg, een uitgang. In de mijn inderdaad. Oh, dit is ook echt zand, hè? Gast, dit is gewoon zand. Dit is gewoon echt zo'n vluchtuitgang. Bro! Een klein deurtje. Kijk deze deur. Zo'n klein deurtje. Wat? We komen bij de zee uit. Nee! We komen bij de zee uit. Oh, dat verklaart ook dit zand, jongen. Gast. Holy shit. Check waar we komen. Nee! Wow! De zon gaat net onder. Mooier kan het niet. Kijk achter je. Dit is de vluchtroute geweest. Dit is gewoon echt een vluchtroute geweest. Vroeger holy van de, shit. Van daar de... kunnen we er ook nog in. Holy fuck. Gast. Gewoon in één zieke berg zijn gewoon grotten gegraven. Bunkers gemaakt. Dit was zo vet. En check dit. Je ziet het eiland heel mooi. En daarachter gaat de zon onder. Vond je deze video nou leuk? Laat even een like achter. En zorg dat je abonneert. En ook op Grovers kanaal, Veldtalks, link staat in de beschrijving. Yeah. Zeker doen, later! Woo! Later! Peter, was niet gewoon een soort toilet? Dat is gewoon zo erin gaan. Ja! Dan kan je gewoon zo poepen. Lekker naar de wc, man. Lekker met je broek op. Dan zat ze vroeger met een blote vulling op. Dat was geen even licht, want anders... Gaan we doen. Oké, ga die.